ben Mirjam Chachoua, ben 25 jaar en werk sinds 8 maanden op een accountantskantoor te Mortsel. Ik ben dossierverantwoordelijke of intern boekhoudster. De boekhouding wordt eigenlijk verwerkt door onze inputsters beneden. En ik controleer eigenlijk het werk. Dus ik controleer eigenlijk de boekhouding en bereken eigenlijk ook balansen, winstsituaties. En ik hou me voornamelijk bezig de hele dag met communicatie, klanten, bellen naar klanten. Klanten bellen mij voor vragen en dergelijke. Dus dat is eigenlijk zeer uitgebreid. Maar hoofdzakelijk is dat eigenlijk een controletaak. Ik ben Serge Lapau, de boekhouder van de firma Kenwood. Ik ben 38 jaar oud en ik ben van Brussel afkomstig. Vandaar, ik zou zeggen, mijn Franstalige klemtoon. Mijn job bestaat eigenlijk om accurate cijfers klaar te maken voor het bedrijf, zodat we inderdaad op die cijfers ons zich kunnen baseren om uiteindelijk het bedrijf op een goede manier te kunnen beheren. Als ik kom, dan heb ik meestal al de boekhouding op voorhand via e-mail ontvangen. Dan heb ik al een aantal vragen voorbereid. Wanneer dat alle vragen opgelost zijn en alle problemen geanalyseerd zijn geweest, dan gaan we een toestand berekenen. Laat ons zeggen dat wij een balansanalyse, een winstberekening opstellen. Dus dan gaan we de cijfers van de vorige maand analyseren en ook anticiperen op toekomstige activiteiten. 600 en 200. Ja, dat klinkt van baat. We lopen wel rond, want we hebben soms informatie nodig voor onze... Bijvoorbeeld, ik kan een voorbeeld geven van de goedkeuring van de factuur, bijvoorbeeld. Daarvoor inderdaad moeten wij naar de verschillende diensten gaan lopen om de goedkeuring van onze facturen te krijgen. Dus dat betekent dat we naar de marketingdienst zouden kunnen gaan, dat we naar het magazijn zouden kunnen gaan en zo verder. Ja, met Mirjam. Ik zal het eventjes het dossier erbij halen. Nee, heb je een momentje? Ja. Ik denk dat een goede boekhouder voornamelijk punctueel moet zijn, ordelijk, communicatievaardig moet zijn, creatief, maar met creatief bedoel ik eigenlijk een gepast oplossing kunnen voorleggen aan de klant en dus verder nadenken dan eigenlijk uw neus. Wij werken eigenlijk regelmatig met deadlines. En bijvoorbeeld btw-aangiftes, personenbelastingaangifte en vennootschapaangifte. En dan kan het ook gebeuren dat de klanten bellen met een specifieke vraag, een probleem die dringend opgelost moet worden. Bij momenten als de stress zo hoog oploopt, dan ervaar ik dat eigenlijk een beetje als positief. Want dan word je verplicht om sneller, efficiënter en creatief eigenlijk te werk te gaan. Zeg, Luc. Ja? Wat zou ik moeten zeggen? Ik werk in de boekhouding. Nee, in de boekhouding, mijn G. Boekhouding. Boekhouding. Nee? Och jong, zeg gewoon, ik ben boekhouder. Goed. Okay.